laten zien dat het nogal nauw komt met de hoek contactlaagjes, de L17 laagjes in dit geval bij Hoek, bij Koek en Thomas. Hoe ga je te werk? Op het moment dat je nieuwe karters hebt of andere karters hebt en nieuwe lagers, moeten die eerst verwarmd worden. Dus je moet ze op een plaat leggen, een ritplaat. Naarmate die warmer wordt, zet die uit met een goed passende stempel. Vervolgens de buitenschalen monteren. Vervolgens heb je een speciale trekker. Binnenringen van de krukas te halen. En als je die verwijdert, zul je zien dat aan de binnenzijde hele kleine vulringen zitten. Kun je het volgen met elkaar? Ik ga nog wel eventjes kijken. De binnenringen zitten heel vast op de krukas. Een speciaal trekkertje nodig om die binnenringen te verwijderen. Dit moet je soms een aantal keren herhalen, omdat je moet controleren of de binnenringen de goede maat hebben ten opzichte van de kartenset. Kijk, dit zijn de shimmertjes. De shimmertjes hebben in allerlei diktes. Er zitten allerlei maten in van een paar. En die moet je gaan toevoegen naar wens. Op een gegeven moment, dit is je binnenring. Laatst, kijk, dit is de binnenring. Dan kun je de shims ertussen zetten als het ware.